Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. En bij jullie in het nieuwe gebouw. En feliciteer jullie met een prachtige locatie. Heel mooi. Ik wil graag de Bijbel openen en twee stukjes met jullie lezen. Eén uit het Oude Testament, uit Genesis. Het zijn hele bekende versen, maar zo belangrijk om die af en toe toch samen te lezen. Uit het scheppingshoofdstuk. Ja. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En dan lees ik nog uit de Efezebrief. Ook het eerste hoofdstuk vanaf vers 3. En dan schrijft Paulus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. Tot zover. Een van de grootste problemen in het pastoraat is de vraag van een mens, wie ben ik? Wie ben ik nou eigenlijk? Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe zullen andere mensen naar mij kijken? En bovenal, hoe denk ik dat God naar mij kijkt? Wie ben ik dan toch? Wie mag ik zijn? Wie ben ik ten diepste? Nou, dit soort vragen, als je jezelf die stelt, dan spreken we over je identiteit. En dat kan een vaag en ook een beetje verwarrend begrip zijn. Wat is dat nou, je identiteit? Veel mensen denken het wel te weten. En noemen ze een naam en de geboortedatum, waar ze vandaan komen, wat voor werk ze doen. Sommige mensen gaan nog verder en dan zeggen ze ook, ja, ik hou van spruitjes of van boerenkool. En vullen ze het wat in. Mensen kunnen van allerlei dingen opsommen. Maar als je hen vraagt, maar wie ben je eigenlijk? Wie ben je dan echt? Dan weten mensen het vaak niet. Zo verwarrend vinden mensen een vraag naar hun identiteit. En letterlijk betekent het identiek zijn. Hetzelfde zijn. Van binnen en van buiten. Het gaat er dus om dat je als persoon, als mens, als jongen of meisje of man als vrouw, een eenheid bent. Dezelfde persoon. Hoe de omstandigheden ook zijn, hoe je je voelt op dat moment, dat je hetzelfde bent. Je denken, je voelen, je handelen, dat moet in harmonie zijn met elkaar. Nou kun je tegenwerpen, ja, dat is een ideaalbeeld, dat bestaat toch niet? Dat je helemaal in harmonie bent met jezelf.
Dat je werkelijk denkt en doet en voelt en praat en dat het allemaal hetzelfde is van binnen en van buiten. Dat je niet de ene keer dit zegt en de andere keer weer dat. De ene keer zus voelt en de andere keer zo. Of zo reageert en dan weer anders. Vanuit een andere persoonlijkheid. Want dat is wat identiteit inhoudt, hè? Je persoonlijkheid. Hoe ben je nu eigenlijk? Hoe zit je in elkaar? Je kunt je natuurlijk ook afvragen, mijn identiteit, hoe kom ik daar eigenlijk aan? Waar haal ik die vandaan? Of wat is daarvan eigenlijk de bron? We hebben er al over gezongen vanochtend. Maar als je met pijn en met moeite rondloopt, dan zul je op een heel andere manier naar jezelf kijken dan wanneer je lekker in je vel zit. Als je in het leven allerlei deuken en beschadigingen en verwondingen hebt opgelopen, dan kijk je op een andere manier naar jezelf dan wanneer je dat allemaal niet hebt meegemaakt. Als je die deuken en littekens hebt opgelopen, dan krijg je als het ware een vertekend beeld van jezelf. Dan kun je wel in een spiegel kijken en denken, dat ben ik. Maar dat ben je dan geworden door die verwondingen die je hebt opgelopen. Door de beschadigingen die een ander, wie dan ook, je heeft toegebracht. En dan krijg je een vertroebeld beeld. Dan denk je wel dat je het bent, maar je bent het in wezen niet. En het is een beetje te vergelijken met lachspiegels. Die lachspiegels die je in een ouderwets pretpark soms nog ziet. Kinderen vinden dat heel spannend. Die lopen er van de een naar de andere. En de ene keer zijn ze dik, en de andere keer zijn ze dun. Of met een dun lijf en een groot hoofd. Of een klein hoofdje en een heel groot lijf. En nou, dan lachen ze en gieren en brullen. En ze zien het zo van de een op de andere keer verschuiven, veranderen. En zo'n spiegel, die laat je niet zien, die laat je zien wat je niet bent. Maar als je erin kijkt, ja, dat is dan de grap, dan denk je toch even wel, je herkent toch wel dingen. Maar je bent het niet. Je bent het nooit echt. Je bent in werkelijkheid iemand anders. Maar door in zo'n lachspiegel te kijken, zou je kunnen denken, zo zou ik er kunnen uitzien. Maar het is niet zo. En het verdrietige is dat vandaag de dag heel veel mensen leven alsof ze elke dag in een lachspiegel kijken. En dat ze nog steeds geloven, ja, zo zie ik eruit. En dat ben ik. Maar het is niet zo. En dan krijg je allerlei gedachten. Dat mensen zeggen, ik zie er toch niet uit, zeg. Het is verschrikkelijk zoals ik eruit zie. Wat een stommeling ben ik toch. Er zijn zoveel mensen die niet in een spiegel durven te kijken. Als ze een spiegel in het oog krijgen, in een winkel of in een zwembad of waar dan ook in de openbare ruimte. Dat ze niet weten hoe gauw ze daar voorbij moeten rennen. Zo bang zijn ze ervoor om in een spiegel te kijken. Ze durven niet in te kijken, want dan zien ze iemand die ze zichzelf verschrikkelijk vinden. Een man of een vrouw, een jongen of een meisje, die ze gewoon afschuwelijk vinden. Die willen ze gewoon niet zien en soms walgen ze van zichzelf, van hun lichaam, van hun uiterlijk. En een jongen zei eens tegen mij, en hij meende het echt, ik zal wel altijd alleen blijven. Er zal wel nooit een meisje zijn die mij wil hebben. Want zeg nou zelf, ja, ik zie er toch niet uit. Ik zei, nou, daar ben ik echt niet met je eens. Ik kijk naar je ogen en dan zie ik een mooi mens. Ik kijk niet naar je neus of je oren of je handen of wat dan ook. Ik kijk in je ogen en dan zie ik een puur mens. En dat vind ik mooi. Maar hij was heel erg onzeker. En dat is het idee, je moet soms met andere ogen naar iemand gaan kijken. Wat triest, hè? Wat ontzettend verdrietig als mensen zo over zichzelf denken. En dan is het geen lachspiegel meer, maar dan is het een huilspiegel geworden. Dan is het een spiegel die zoveel leed en zoveel ellende en zoveel verdriet en vooral zoveel eenzaamheid teweeg brengt. Hoe komt dat dan toch, dat zoveel mensen op zo'n negatieve manier naar zichzelf kijken?
Daar moet toch een oorzaak voor zijn? Dat komt toch niet zomaar? Dat wordt toch ergens geboren? Of het ontstaat ergens? Hebt u enig idee waar de bron van dat verdriet ligt? Hoe dat is gekomen? Dat mensen door een andere bril naar zichzelf kijken en zo'n vertekend beeld van zichzelf hebben. En dat ze niet meer blij kunnen zijn met wie ze zijn. En dat is echt een strijd voor mensen. Ze zijn in een gevecht met zichzelf verwikkeld. Om zichzelf te kunnen accepteren. En elke dag voeren ze een worsteling om de dag goed door te komen. Ik moet het doen met deze mens. Maar ik wil dat eigenlijk niet. Kom vooral... Het gebeurt bijna altijd als mensen nog heel jong zijn. Als mensen nog heel klein zijn. Allerlei omstandigheden in de vroege kindertijd. En dat hoor je dan ook terug in hoe mensen over zichzelf praten. Mijn ouders zeiden al, ik was een lastig kind. Of ze zeggen, ik heb al zoveel hulpverlening achter de rug. Maar ja, ik ben ook zo'n moeilijk mens. Als je zulke dingen al vroeg gehoord hebt, dan ga je het geloven. Als je vaak tegen je hebt horen zeggen, wat ben jij toch een sukkel. Of, hey, stommeling. Als je deze dingen maar vaak genoeg gehoord hebt, dan ga je ze ook geloven. Een paar weken geleden werd er bij ons na de dienst koffie gedronken. Jullie doen het hier ook, heel mooi. En ik stond een paar meter af van een wat ouder stel... En mevrouw die morste wat koffie. En haar echtgenoot zei, hey stommeling, niet zo morsen. Nou, ik hoorde dat. Ik zei, nou, dat valt toch wel mee, dat maakt toch niet uit. Klein beetje koffie, we ruimen dat zo weer op. Nou, zegt ze, dat zegt hij nou altijd. Maar hij heeft gelijk, ik ben ook een stommeling. Nou, zo iemand heeft leugens gehoord. Leugens gehoord. Als je zo... negatief over jezelf denkt. Onthoud dat maar. En natuurlijk, hè, je mag best een keer zeggen, oh, dat is ook stom van mij. Had ik niet moeten doen, onhandig zeg. Maar als je het nou systematisch over jezelf zegt, of systematisch over jezelf hoort. Ik ben een stommeling en ik ben een sufferd. Ik ben een moeilijk mens. Ik ben een lastig kind. Of niemand kan van mij houden, want ik ben toch zo moeilijk... En als je dat al vroeg gehoord hebt in je leven, van jou komt niks terecht. He, want jij bent gewoon dit of dat. Dat hoor je wel eens, dat mensen dat zeggen. Dat ze worden vergeleken met oudere broers of zusters. En dat ze altijd het idee hebben, ik moet concurreren, want zoals ik ben, dat is niet goed. Ik moet eigenlijk iemand anders zijn, ik moet eigenlijk iemand anders worden. Ik moet muzikaler zijn. Ik moet mijn talen beter spreken. Ik moet net zo handig zijn als mijn oudere broer. Want die kan zoveel repareren. Mensen hebben soms zulke negatieve gedachten over zichzelf. En als je het dan gelooft, dan weet je het ook bijna zeker. Van mij komt echt helemaal niks terecht. Afkeurende woorden. Negatieve woorden. Die blijven hangen, die blijven plakken aan je als een soort magneet. Die neem je met je mee je leven lang. Je leven lang. Dat ben ik. Want dat heb ik gehoord. Ik ben een stommeling. Ik ben moeilijk. Het zal mij wel nooit lukken. Daar moet ik niet aan beginnen. En als je op zo'n negatieve manier naar jezelf kijkt, dan wordt het ook heel erg moeilijk om onbevangen in die spiegel te kijken. En dan, je denkt daar vaak dan ook nog bij... Maar de mensen om me heen, die zullen mij ook wel zo vinden. Die zullen me ook wel raar vinden. En de meest verdrietige gedachten die je dan nog kan hebben. De Heere God, hij zal me ook wel niet zien zitten. Hij zal wel grote moeite met mij hebben. De lachspiegel, die veroorzaakt leugens. Die veroorzaakt bedrog en die veroorzaakt dat we een scheve kijk op onszelf hebben. Leugens, leugens. En nog eens leugens. En wat is nu de waarheid? Hoe kunnen we de waarheid te weten komen? Nou, de waarheid staat in de Bijbel. Gods woord.
Gods woord vertelt ons wat de waarheid is. Ook over ons eigen leven, over onszelf, over wie de mens is. En de Bijbel is gewoon de beste spiegel die je je maar kunt voorstellen. Het is geen lachspiegel, ook al kunnen we best een keer om onszelf lachen. Het is heel gezond, als je jezelf ook kunt relativeren. Maar de spiegel van de Bijbel, die laat ons zien zoals we werkelijk zijn. Die vertelt de waarheid. En dat is zo geweldig mooi. De Bijbel bedekt niets, verhult niets, verzwijgt niets, maar geeft een eerlijk beeld van wie de mens is. En ook wie jij bent, of wie u bent. Maar dan moeten we gewoon wel goed luisteren, aandachtig lezen. En we hebben die verzen al gelezen uit Genesis, maar ik wil ze toch nog een keer even met u lezen. Genesis 1, vers 26. God zei, laten wij mensen maken. Die twee woorden, God zei, die komen in dat scheppingshoofdstuk heel veel keren voor. Omdat God schept door zijn stem, door te spreken, door zijn woord. God zei, er moet licht komen. God zei, er moet water komen. God zei, er moeten lichten aan de hemel komen. En dan in vers 26, God zei, laten wij mensen maken. Laten wij. Hé, dat is apart. Dat hadden we nog niet eerder gehoord. Voor het eerst klinken die woorden laten wij. Een soort zelfaansporing. Bij geen enkel ander scheppingswerk wordt dat gezegd. Wel gaan er bevelen van God uit. Bijvoorbeeld, het water moet naar één plaats stromen. Vers 9. Of overal op aarde moet jong groen ontkiemen. Vers 11. Maar dat God zichzelf als het ware een bevel geeft, dat is hier een nieuw aspect. En de boodschap daarvan is dat hij zelf persoonlijk betrokken is bij de schepping van de mens. Bij de andere scheppingsdaden is er wat meer indirectheid. Als God zegt, overal op aarde moet jong groen ontkiemen, dan is het God die spreekt en op de aarde gebeurt het dan. Dan ontkiemt het. En dan heeft God daar in directe zin niet de hand in. Uiteraard moet ik gelijk zeggen, is geen enkel werk van de schepping buiten Gods wil en Gods bedoeling omgegaan. Maar het bijzondere is dat bij de schepping van de mens echt heel uitdrukkelijk wordt gezegd. We zijn gewild door God. Dat mag je daaruit opmaken. Wat een geweldige gedachte. Dat de Heere God ons wilde. Je kunt daar altijd op terugvallen. Ook als je in een periode zit in je leven dat je jezelf eigenlijk niet wilt. Dat je jezelf niet ziet zitten. Als je een hekel hebt over jezelf, aan jezelf en over je eigen bestaan alleen maar negatief kunt zijn. Laten wij mensen maken. Laten wij Jelle Horjes maken. Laten we Willem Binnenma maken. Het is mooi wel gezegd door de Heere God zelf. En wat wordt er eigenlijk bedoeld met dat woordje wij in die zin? Laten wij mensen maken. Nou, dat is het wij van het overleg. Een vergelijkbare manier van zeggen klinkt eeuwen later bij de roeping van de profeet Jesaja. Dan staat er, wie kan ik sturen, zegt God dan. Wie zal namens ons gaan? Ook dat meervoud. En hier dus ook, laten wij mensen maken. Dat is schepping na beraadslaging, na overleg. Na bij zichzelf te raden zijn gegaan. En misschien in een dialoog tussen Vader, Zoon en Heilige Geest heeft God ons geschapen. Dus in de drie ene God is er over de schepping van de mens overleg geweest. En dat zet eigenlijk nog eens een dikke streep onder dat inzicht van zo net dat wij door God gewild zijn. Er ligt een plan, een intentie van goedheid en vrede onder ons bestaan. Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Die gedachte van onze geschapenheid naar Gods beeld heeft in de geschiedenis enorm veel aandacht gehad. God wilde een beelddrager hebben. God wilde dat iemand, een schepsel, op hem zou lijken. Bij wie is dat dan niet het geval? Van wie wordt de mens daar dan onderscheiden? Nou, van de planten, maar ook van de dieren. Er wordt in Genesis 1 natuurlijk gesproken over de dieren. En dan staat er een andere uitdrukking. Dan staat er, zij bestaan naar hun aard of naar hun soort.
En in de Nieuwe Bijbelvertaling is dat dan vertaald als: God schiep alle soorten wezens, alle soorten dieren. En bij de mens ontbreekt die uitdrukking. Hij is niet als soort, maar als beelddrager geschapen. Dat is dus de tegenstelling die gemaakt wordt. Dieren en planten zijn geschapen volgens hun soort, maar de mens is door God als zijn evenbeeld geschapen, om op hem te lijken. Nou, wat betekent dat voor het dier dat het als soort is geschapen? Nou, dat wil zeggen dat je het dier op zichzelf kunt bekijken. Je kunt het beschrijven. Ik was van de week met mijn zoontje nog in de dierentuin. Nou, dan heb je dus allemaal dieren in een aparte ruimte, in een aparte kooi en een verblijf. Het is niet meer altijd een kooi, maar het is nu een heel mooi verblijf in de dierentuin. En daar staan er bordjes bij met wat uitleg. En dan kun je daar een kwartier voor gaan staan om het gedrag van zo'n dier eventjes te bekijken en te bestuderen. Nou, dat is een soort gedrag. En de mens doe je fundamenteel onrecht als je hem in een dierentuin neer zou zetten. Het is helaas in het verleden wel eens gebeurd met aparte mensen dat ze tentoon werden gesteld, ook op circussen en jaarmarkten. Dat is echt een dieptepunt geweest. Het is zo groot onrecht om te denken dat je dan de mens leert kennen. Want dan haal je hem ook uit die relatie met God weg. De mens is geschapen om beelddrager te zijn van God en ook contact te krijgen met God. En als je hem uit die relatie met God weghaalt, dan ontmenselijk je de mens. Dan kun je hem ook niet echt begrijpen. God heeft de mens zo geschapen dat hij is afgestemd op zijn schepper. En de Heere God kan met hem omgaan, tot hem spreken. En dat lezen we ook al in het scheppingshoofdstuk. In vers 22 staat over de dieren: God zegende ze met de woorden: wees vruchtbaar. Maar in vers 28 bij de mens staat: hij zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar. Hij spreekt ze echt aan. Dus beide keren zegt God hetzelfde, maar de ene keer zegt hij het over de dieren en de tweede keer zegt hij het tegen de mens. Dat is het verschil. Omdat God de mens naar zijn beeld heeft geschapen. De mens is een luisterend en een antwoordend wezen die met zijn hele bestaan verwijst naar God. God wil ons als partner. Niet omdat hij niet zonder ons God kan zijn, nee, hij wil niet zonder ons God zijn. Hij wil ons nodig hebben, hij wil een drager van zijn beeld. Dat is toch wat er klonk. Laten we mensen maken, die zelfaansporing. De schepping van de mens wordt heel nadrukkelijk op de wil van God teruggevoerd. Hij bedoelt ons als zijn partner. En dan heb je in vers 27 een herhaling. Hè? God schiep de mensen als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Precies dezelfde woorden. En er wilde mee gezegd zijn dat de mens in bepaalde opzichten dus op God lijkt. Nou, één van die aspecten is dat de mens ook een schepper is. Een heel klein scheppertje. Maar ook in het scheppende karakter van God mogen we hem afspiegelen. We hebben creativiteit gekregen en vrijheid. En natuurlijk is het van een heel andere orde, een heel andere soort. Maar ook als wij scheppend bezig zijn, als u een kerstkaart maakt of u bent op andere manier creatief bezig, dan bent u daarmee geestelijk bezig. U bent bezig om Heere God af te spiegelen en te eren. Nou, de hele mens, er valt nog veel meer over te zeggen, maar dat ga ik niet doen, want ik wil ook nog wat zeggen over Efeze. De hele mens is geroepen God af te spiegelen en naar hem te verwijzen. Uit liefde. Uit liefde zijn wij geschapen door God. En datzelfde woord, liefde, dat hoor je dan ook in de brief aan de Efeziërs. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen. Dat in Christus daarin zit ruimte en beweging. Zoals wanneer je na een lange winter, nou hebben we nu niet zo'n lange winter gehad, maar als je een koude winter hebt gehad en het voorjaar breekt aan en je hebt dat eerste lentezonnetje in je tuin. We hebben dat ook in onze achtertuin. Dan kun je daar even naartoe lopen en echt er even in gaan staan. En dan word je helemaal warm. Dan denk je, oh, het begint, het voorjaar breekt aan. Heerlijk is dat. En zo is dit ook met in Christus zijn. Dat is een soort straling waar je warm van wordt en waar je je naartoe kunt bewegen.
Door het geloof beweeg je je daarin. En dan is de Heer door zijn geest met je bezig. En dan ontvang je ook de zegen die hier beloofd wordt. Die hele rijk geschakeerde zegen waarover het gaat. Dat hij je heeft uitgekozen. Dat hij je heeft verlost door zijn bloed. Dat hij je zonde vergeeft. Dat bekrachtigt met de vervulling van de Heilige Geest. Van dat alles gaan we deel uitmaken wanneer we door het geloof in Christus zijn. En die waarheid kunnen we eigenlijk niet genoeg horen. We moeten die elke keer weer opnieuw horen. En door te horen gaan we die ook geloven. En daar staat soms wel iets anders tegenover. Dat is waar ik mee begon. Die leugens die je in je leven hebt gehoord. Die hinderlijke leugens die anderen over ons verteld hebben. Je bent vervelend. Je bent lastig. Je kunt niks. Het zal wel niks met je worden. Maar ook de leugens die de boze ons heeft ingefluisterd. Zoals hij dat ook al deed bij Jezus. Als je dan Gods zoon bent, dan kun je toch ook van deze stenen wel broden maken? Als je de zoon van God bent, dan kun je toch ook wel van die tempel afspringen? Er zijn engelen en die vangen je wel op. En zo wil de boze u en mij van allerlei dingen doen geloven die niet waar zijn. En in die leugens kun je verstrikt raken, kun je verward raken. Dan weet je het op een bepaald moment niet meer en dan ben je echt een gevangene. Dan ben je gevangen door de woorden van de boze en de woorden van mensen. En daarom moeten we altijd weer terug naar het woord. Het woord van God vertelt de waarheid en die waarheid mag je omarmen. En die waarheid maakt dat je vrij bent. Dat je in de vrijheid wordt gesteld. En hij was dus al bezig met ons al voor de schepping, al voor Genesis 1. Voor de grondlegging van de wereld. Je bent geschapen omdat God het wilde. En weet je wat zo mooi is? Er is niemand uitgezonderd. Er is niemand die hier vanochtend kan zeggen, ja, maar ik niet. Nee. Het geldt voor iedereen. Want als je zegt, het geldt niet voor mij, dan geloof je weer leugens. Als God zegt, je bent naar mijn beeld geschapen, of met Psalm 8, de mens, ik heb je bijna goddelijk gemaakt. Dan zijn dat twee waarheden uit Gods woord. Je bent zo uniek, je bent zo bijzonder, zo kostbaar, zo waardevol. En dan maakt het dus helemaal niet meer uit of je groot bent of klein, of je dik bent of dun, bruin of blank. Hoe je achtergrond ook maar is, je mag weten en je moet beseffen en laat dat je nooit meer afpakken. Dat je naar het beeld van God bent geschapen. We hebben expres die brief van Paulus aan de Efeziërs geschreven, waar dus diverse keren staat in hem, in Christus, in Jezus, in de geliefde. Dat is de waarheid, dat is je oorspronkelijke identiteit. In Jezus Christus, in de Zoon van God, in hem ben je een heel kostbaar mens. Durf dat te aanvaarden. Niet omdat ik het zeg, of omdat wie dat dan ook zegt, maar omdat deze spiegel het zegt, de Bijbel, Gods woord. En dan zeg je misschien, ja, maar ik kan dat bijna niet geloven. Ik vind dat zo moeilijk. Dat is begrijpelijk. Er zijn velen die het niet kunnen. Maar er zijn ook, en dat is hoopvol, veel mensen die het eerst niet konden. En het toch zijn gaan geloven. Het zich toch toegeëigend hebben. Zij gingen op de weg van de vrijheid. En ik moet wel zeggen eerlijk, van het kan een hele lange tijd duren voordat je zover bent. En het kan heel veel gesprekken en pijn in je hart kosten. Heel veel worsteling. Maar het is mogelijk. Het is mogelijk om te gaan geloven in de waarheid die God je voorhoudt. Je echte identiteit, dat is, je bent naar het beeld van God geschapen. Je bent uniek. Je bent heel bijzonder. Wat je ook gedaan hebt, wie je ook bent, dat mag je vasthouden. Dat mag je aanvaarden. En dan pas kun je ook degene zijn of degene worden die je altijd al graag had willen zijn. Die man en die vrouw, of die jongen of dat meisje. En dat je zegt, het is goed zoals ik ben. Ik mag er zijn. Durf zelfs in de spiegel te kijken. En de man of de vrouw die ik in die spiegel zie,
Nou, die durf ik te aanvaarden. Die mag er zijn. Ik zie je graag. En dan kun je zelfs in je eigen spiegel thuis glimlachen. Of je kunt jezelf toespreken en zeggen, ik ben blij met jou. En het klinkt misschien gek om dat eens een keer te doen, maar voor sommigen zou dat wel eens heel goed kunnen zijn als ze dat eens deden. Zichzelf in de spiegel toespreken. Om voor eens en voor altijd af te rekenen met die leugens die ze hebben gehoord, die ze van hun kindertijd af hebben gehoord, zowel van mensen als van de duisternis. En dan kun je daar voor eens en voor altijd mee afrekenen en zeggen, ik was een suffert, ik was een stommeling, ik was eigenwijs, dat kan ook, hè, trots en eigenwijs. Of ik was die clown, ik wilde altijd maar toneel spelen en mijn binnenste verborgen houden en dan maakte ik maar een geintje of ik deed dat maar een beetje lollig. En dan kun je al die maskers afleggen. Ik kan u één ding vertellen, dat is een bevrijding. Dat is echt een bevrijding. Als je geen toneel meer hoeft te spelen, maar gewoon echt kan zijn. Echt zoals je bent. Want dan komt de vrede in je hart. Dan hoef je ook niet meer op te passen. Zo van, bij hem moet ik deze rol spelen. En bij haar moet ik die rol spelen. Nee, dan mag je echt de vrouw of de man zijn die je werkelijk bent. Een man of vrouw naar Gods hart. En dan ben je niet perfect of volmaakt. Dan ben je nog steeds een zondaar die verkeerde dingen doet. Maar je weet wel dan dat je zijn kind bent. En niet zomaar zijn kind, maar zijn geliefde kind. God houdt onvoorwaardelijk van je. Ondanks je tekortkomingen, ondanks je fouten en ondanks je zelfbeeld dat niet klopte. God houdt van je. Amen. Luister.